De Colorado Beetle Catcher is klaar voor de verkoop. Volgens initiatiefnemer Joris van der Kamp is er de afgelopen jaren voldoende getest en is die nu klaar voor gebruik. Deze machine mapt en verzamelt Colorado-kevers in 4 rijen per werkgang en is vooral geschikt in de biologische aardappelteelt. We hebben afgelopen seizoen 2 nieuwe prototypes ontwikkeld. Eentje die zeg maar voor op de tractor kan in de voorhef en die ook kantelbaar is. En eentje die achter op de tractor getest hebben. En het blijkt inderdaad dat ze hartstikke goed functioneren eigenlijk allebei. We zijn heel erg blij weer met de resultaten die ze bewerkstelligen. Per werkgang wordt 60% tot 80% van de kevers verwijderd. Uiteindelijk worden die kevers vernietigd. En het mooie is, je kan dus de machine die je in de voorhef hebt, je zou achterop kunnen aanaarden en je onkruidbewerkingen kunnen doen. Dus je hoeft eigenlijk helemaal niet extra door je gewas heen. Ontwikkelaars Art Klompé en Koen Hertog van Fieldworkers in Biddinghuizen blijven de machine nu verder ontwikkelen. En we gaan eerst 2 demomachines nu bouwen en al een paar verkochte machines hopen we weg te zetten. Daar zijn we nog druk mee bezig. Maar vooralsnog is komend seizoen voornamelijk veel demo's draaien en overal bij iedereen laten zien wat hij kan en wat hij in petto heeft. Wij gaan eigenlijk al redelijk vroeg het land op. We merken nu dat mensen schrikken of telen schrikken wanneer de kevers al explosief aanwezig zijn, ontzettend veel. Maar juist door al vroeg in het seizoen te gaan, pak je die eerste vangst, waardoor ze zich niet meer kunnen vermeerderen en er dus uiteindelijk het hele probleem al veel minder groot is. Daarmee pak je uiteindelijk de grootste vangst.